Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. De twee grootste films van vorig jaar waren Oppenheimer en Barbie. En de ene grootste rol in Oppenheimer werd gespeeld door Emily Blunt, die de vrouw van Oppenheimer speelde. En de ene grootste rol in Barbie werd gespeeld door Ryan Gosling, die een van de Kens speelde. En in 2024 komt er een film uit met in de hoofdrollen Ryan Gosling en Emily Blunt, namelijk The Fall Guy. En vandaag gaan we reageren op de trailer van die film. It's called capitalism. This world must die. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Yeah, I'm Batman. Don't even get me started on Doctor Strange and a little nerd back on Earth 1999. Al sinds december vorig jaar word ik elke keer als ik naar de bioscoop ga doodgegooid met trailers voor de film The Fall Guy. Blijkbaar zou dit echt de moeite waard moeten zijn. Nou, ik hou jullie niet langer in spanning. Laten we meteen gaan kijken naar de trailer. En dan nog een kleine waarschuwing voor alle kijkers van deze trailer. Hij is niet super heftig, maar er zitten een paar geweldscènes zonder bloed in. Dus ik weet niet of je daarvan houdt. In 3, 2, 1... Nou, de trailer begint met een actiescène waarin een auto zo over de kop slaat. En dat is natuurlijk de opening, de introductie van het idee van deze film. So good. Oh, good, good, good. But him. I didn't approve him. You know that. You are literally the last person on earth I want to see. En dan merk je mevrouw de regisseur, gespeeld door Emily Blunt, die heeft al een probleem met de stuntman, gespeeld door Ryan Gosling. En daar komen we natuurlijk achter in de film wat dat probleem is. It slapped the shit out of you. I really could. And I'm open to that in a safer environment. You've been a ghost. No phone call, no text. Like I didn't want to apologize. En dan is het een soort actie-comedy met daaronder een soort romantische verhaallijn tussen dus Ryan Gosling en Emily Blunt. You don't have to explain anything. It was just a flame. So how have you been? God, I hate that thumbs up stunk guy stuff. Good director. We're gonna set this man on fire. En dan word je meegenomen naar die set waar ze natuurlijk samen moeten werken. Hij als stuntman die in de fik gezet wordt, zij als regisseur. Dat is wel heel cool. You're a stunt guy. We need to keep it super profesh. Profesh is my middle name. You said your middle name was Danger. En je ziet heel erg, de humor zit er goed in. Ik vind de chemistry ook heel erg leuk tussen Emily Blunt en Ryan Gosling. Ze werken op een soort rare manier best wel samen. En ik vind dat accentje van Emily Blunt gewoon vet leuk. How do we do, boss? Really? Yeah. Holster that. Yeah, it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. Tom Ryder, the biggest action star on the planet, is missing. You need to bring him back. En dan wordt de stuntman, zeg maar, de held. Dat is een beetje het idee wat je had met Argyle, waarin de schrijver opeens de geheime agent werd. Of een beetje een soort Johnny English idee. Dit kan je heel goed uitvoeren of dit kan je echt helemaal verpesten. Jodie's movie is dead. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense. I mean, some taken. You find Ryder, save Jodie's film. You get the love of your life back. En hij, de stuntman, die weet natuurlijk dat op het moment dat hij de film redt van de regisseur, dat hij weer een kans maakt bij haar. En daarom gaat hij natuurlijk alles op alles zetten om te zorgen dat de film gered wordt en de filmster terugkeert naar de film. I'm not the hero. I'm just the double. Not today, you're not. Tom, we already need you back on set, pal. En aan dat soort scènes zag je meteen al dat dit een soort comedy, actie-comedy idee is. Het idee blijft de hele tijd dat de film zichzelf ook niet serieus neemt. Dead body on ice. He was so dead, Gale.
He was super dead. En dan gaat het over lijken. En Ryan Gosling die beweegt overal tussendoor. En die is de grote held aan het spelen. Terwijl hij volgens mij in de hele film geen idee heeft wat hij aan het doen is. He has got himself involved with some shady people. I had no choice. I had to do some Jason Bourne shit. En daarin wordt natuurlijk Jason Bourne als voorbeeld aangenomen. Toevallig een van de allereerste actiefilms die ik zag in mijn leven, dus dat vind ik wel heel grappig. They were trying to kill me. And not in a fun way. You can make it, you can make it. You can't make it. It's too dangerous. Down the stairs. En de eerste keer dat ik dit zag in de bioscoop heb ik echt hardop gelachen. En volgens mij is dit gewoon een superleuke film. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? En dan hoor je die vraag, how far will you go for the one that you love? Wat natuurlijk de tekst is die de film het verhaal uitlegt. Dus dat vind ik grappig. Je snapt het hele verhaal al. Het is niet lastig. De film is volgens mij vrij goed samengevat in deze trailer al. I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Yeah, boy. Stop. What are you doing later? Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. En dan zie je die typische helikopter jump die je vroeger altijd zag in films zoals Die Hard. En dan weet je al, dit gaat natuurlijk helemaal mis, maar daar knippen ze net weg. En dan zie je hem nog in de bar een drankje doen met zijn hond. De film ziet er gewoon super leuk uit. Hij ziet er niet bijzonder uit. Het gaat niet de beste film van 2024 worden. Maar waarschijnlijk wel een fun time. Laat me zeker weten of je bent overtuigd of je deze film ook al hebt, de trailer ook al hebt gezien in de bioscoop. En of dit een film is waar je heen zou gaan, die je leuk lijkt, die iets bij je losmaakt. Laat het vooral weten. Laat ook weten waar ik volgende week woensdag om 4 uur op moet reageren. En hopelijk zie ik jullie dan weer. Tot ziens, tot later.